Het blijven onderzoeken van je gezondheid kan ergere ziektes voorkomen. Op Werelddiabetesdag vandaag wordt er middels diverse bewustwordingsactiviteiten informatie verstrekt over de ernst van deze ziekte. Zo ook door Lions Club Peruani in samenwerking met het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Er moet bewustwording worden gecreëerd over diabetes als een wereldwijd probleem binnen de volksgezondheid en wat er collectief en individueel moet worden gedaan voor een betere preventie, diagnose en behandeling van de aandoening. De nadruk werd tijdens de beurs op het AZP-terrein gelegd op de noodzaak van gelijke toegang tot essentiële zorg, waarbij ook aandacht wordt besteed aan manieren waarop mensen met diabetes hun risico op complicaties kunnen minimaliseren, stelt vice-president Subhas Lutawan van Lions Club Parwani. De awareness is van belang voor een ieder. Het is niet iets alleen voor de medici of voor de zorgverleners. Het is van belang, het is een gedeelde verantwoordelijkheid in principe, waarbij een ieder een bijdrage moet leveren. Vandaar dat wij van Lions Club Parwani hebben gemeend om dit project mede te helpen financieren en mede te helpen opzetten. Bewustwording over diabetes is cruciaal omdat het de publiekelijke inzicht vergroot over de ernst van deze aandoening, waardoor preventiemaatregelen worden aangemoedigd en vervroegde detectie wordt bevorderd. Deze bewustwording is essentieel om de last van diabetes op individuen en de samenleving als geheel te verminderen. Bovendien stimuleert het begrip rondom diabetes de ondersteuning en toewijding die nodig zijn voor effectieve preventie, behandeling en een betere kwaliteit van leven voor degenen die met diabetes leven, gaf Lutawan tot besluit aan. Het is ook iets van de totale gemeenschap. En ieder moet een bijdrage hierover leveren. We zeggen vaak wel eens van we zijn wat we consumeren. Maar we consumeren niet alleen voeding, dat is niet alleen de consumptie. Het is ook mentaal, emotioneel en spiritueel. Wat consumeer je? Waarnaar kijk je? Waarnaar luister je? Kijken we meer naar positieve of negatieve zaken? Dat alles is van belang om jouw mentaal, emotioneel, spiritueel en lichamelijk stabiel te houden.